Hey Max, we hadden een dijk van de tijd, maar hoe verliep de wedstrijd? Ja, het was een beetje lastig. Ik bij de start stond al niet helemaal stil. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Ja, dan weet je eigenlijk dat je die start vals moet maken. Maar ja, op dat moment kijk ik naast me en dan zie ik die beer van een fan staan. Dus ik denk, ja, weet je, ik start wel weg en dan glij je weg, hè, het begin. Je ziet het gebeuren. Hats! Zo'n misslag. Nou, ik kom die bocht in en ik denk, nee, dit is niet goed. Ik glij onderuit. En ik weet niet wat me gebeurt. Ik sta op. Ik weet niet. Je moet in paniek. Je moet wat. Dus ik sta op. Dus natuurlijk, eigenlijk had je beter eventjes kunnen blijven liggen. En even kunnen bedenken wat er gebeurd is. En dan doorgaan. Kom op de kruising. Zie 14-4 staan. Denk, ja, dat is wel een dijk van een opening. Ja, het is sterven. Zo'n 500 meter, je kent het. Het is gewoon sterven. Ik denk dat die val, dat het komt door het materiaal. Dus ik ben eventjes, als je ziet het, hey, kom eens even. Je ziet het, ik ben eventjes aan het kijken. Ik zit nog te twijfelen. Het ijs is niet zo goed. Ik zit nog te twijfelen, mij. Maar het is duidelijk een gebrek aan concentratie. Maar dit eindresultaat, wat betekent het voor jouw toekomst volgend jaar? Kan je nog een team krijgen, denk je? Wereldrecord schijnt is natuurlijk altijd goed. Maar ik snap door die val, weet je, dat er teams zijn die denken van ja, dit is een prutser. Maar ik wil nu even zeggen in de camera. Hey, ik ben geen prutser hoor. Ik denk maar, nee. Oké, hartstikke bedankt en veel succes volgend jaar. Ja, dank je. Okay.